Je debuut bij FC Utrecht in de basis. Eerder dan verwacht? Ik wist het een beetje wanneer dat Joris rode kaart had genomen. Dus heb ik mezelf voorbereid om die wedstrijd misschien zo te spelen. Dus ja, heb ik gedaan. En heb ik vandaag gedaan alles wat ik kon doen. Dus laten we hopen voor meer minuten in de toekomst natuurlijk. Ik denk dat je wel hebt laten zien dat je misschien wel gewoon in de basis thuis hoort. Ja, dat kan wel. Ik doe heel mijn leven aan voetbal, dus waarom zou ik vandaag stress hebben? En ja, ik heb getoond wat ik kan. En helaas dat we een gelijkspel hebben gespeeld, maar volgende keer zullen we die 3 punten meenemen naar huis natuurlijk. Je was er nog dicht bij de winnende. Ja, bijna. Ja, ik had toen getrapt, dat hij afgeblokt. Dus ja, helaas. Ja, 1-1 tegen VVV. Als ik de eerste helft zie, denk ik, dit is een onnodig gelijkspel. Maar in de tweede helft leken jullie het helemaal kwijt. Ja, natuurlijk. Eerste helft moesten we ons eigen belonen voor een 2-0. Maar dat hebben we niet gedaan. Dus ja, tweede helft direct een penalty. En dan is het heel moeilijk om weer terug te komen natuurlijk. Want als je eerste helft en de eerste helft een penalty had gemist, een kans had gemist. Dus we hebben voor ons eigen moeilijk gemaakt, tweede helft. En ja, het was heel moeilijk om een tweede te maken. Ja, helaas 1-1 natuurlijk. Wat neem je nou mee uit deze wedstrijd? Toch de voldoening dat je gedebuteerd hebt of de teleurstelling vanwege het gelijkspel? Ja, debuteren. Ik wist dat ik ooit ging debuteren op deze club, dus ja. Het ding is dat we efficiënter moeten zijn als team en dat we eerste helft, als we spelen zoals eerste helft in de tweede helft, dat we dat moeten houden en dat we niet de tweede helft moeten verzwakken natuurlijk als team. Dus volgende keer gewoon een wedstrijd 90 minuten uitspelen natuurlijk. Jullie zijn vanaf het veld gelijk de kleedkamer ingegaan. Ik neem aan dat daar wel wat harde woorden zijn gevallen nog voordat jullie hier naar ons toe kwamen. Ja, zoals ik heb gezegd heb, de coach zei ook dat we de eerste helft heel goed hadden gespeeld en de tweede helft wat minder. We moeten gewoon efficiënter zijn, we moeten onze kansen afmaken. Als we de eerste helft 2-0 voorstaan, is het heel moeilijk om voor VVV om terug te komen natuurlijk. Dus. Nee, maar ik bedoel, er zitten veel winnaars in het elftal, om het zo te zeggen. Jongens die slecht tegen zo'n resultaat kunnen. Is er nog een beetje met dingen gegooid ook in de kleedkamer of viel dat wel mee? Nee, veel wel mee. Dus ja, laten we ons niet druk maken voor dit. Dat is buiten voetbal dus. Volgende week Fortuna uit. Sta je dan weer in de basis? Ja, weet ik niet. We zullen wel zien als de trainer mij minuten zal geven. Ik hoop van wel, dus laten we wel zien. Als ik erbij ben, veel te beter, maar zo niet. Blijf ik gewoon werken om mijn plaats te hebben bij FCU.